Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. De kindjes hebben al lekker gegeten. Zijn er weer wakker. Ik heb alweer de bedden afgehaald en in de wasmachine zitten. Vandaag krijgt Jordy ook zijn nieuwe bed. En ik kan eigenlijk elk moment gebeld worden. Ja, het is nu 9:15. Tussen 9 en 12 kwamen ze hem leveren. Dus ik kan eigenlijk de hele ochtend gebeld worden dat ze komen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik heb alles al lekker afgehaald. Ik heb ook al zijn nieuwe bedden goed klaar liggen. Ik heb alles al helemaal klaar. Dus laat het bed maar komen. Maar ondertussen gaan we hier gewoon lekker verder met onze dingetjes. Ik moet nog heel eventjes vaatwassen doen, dat soort dingen allemaal. Gisteren heb ik alles gepoetst hier. En natuurlijk mijn boompje gemaakt, mijn Sinterklaasboompje. Voor de mensen die hem nog niet goed hebben gezien, ik zal hem er even goed op zetten. Wat verdorie, mooi boompje. Maar in ieder geval, nu ga ik heel eventjes de vaatwasser doen. Tenminste, een poging tot doen, want ik heb hier een kleine rat rondrennen. Die mij graag wil helpen, wat ik niet zo graag heb eigenlijk. En ja, afwachten wanneer het bed komt. Ik heb Joef heel even in de bench gezet, want die was de kindjes zo aan het vervelen. En nu zijn ze samen aan het spelen. Ook goed voor hun band, hè? Uiteindelijk heb ik de kindjes uit elkaar gehaald, want ze waren ruzie aan het maken. En nou is Jordy boos op mij. Liam wilde heel graag Nijntje zien. Dat vindt hij leuk. Dus ik had dat aangezet. Maar nou is Jordy boos op mij, want het is Nijntje en het is geen, weet je wel, die vrouw die de jurk omhoog trekt. Die. Dus ja, dan is hij boos op mij. En hij is van kwaaiigheid, is ook zijn broek vol aan het douwen. Joef! Maar ik laat hem gewoon heel eventjes. Want ik kan die kwaaiigheid wel iedere keer zo in gaan dammen. Maar dat heeft geen nut. Dus, maar ik film hem nu niet eventjes. Want dat vind ik niet de bedoeling. Ik heb net een hele tirade van Jordy gehad. Hij was boos op mij. Napa? Goed zo. En want hij wou natuurlijk zijn eigen filmpjes kijken. Maar ja, dat doen we pas met het fruitje mee beginnen. Dus het is goed. En Liam die vond het heel leuk om Nijntje even te zien. Ik ben een beetje overbelicht, want het zonnetje schijnt recht in mijn nacht. Dus hij was heel erg boos. Hij heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Voordeel is dat hij zijn broek zo vol poept, dat hij dadelijk de komende paar uren waarschijnlijk niet meer hoeft te poepen. Nadeel is, het kan juist weer buikpijn opwekken. Dus we gaan gewoon even kijken wat het heeft gedaan. Maar voor nu is hij rustig. Want nu is hij zijn eigen filmpjes aan het kijken. Dat is niet dat ik een filmpje geef om hem zijn zin te geven. Absoluut niet. Maar tijdens het fruitje eten. En tijdens het oranje drinken. Mag hij zelf weten wat hij kijkt.
Ik had vroeger ook zo mijn momenten dat ik iets mocht kijken. Nou, dat heeft hij ook. Nou, en dat zal Liam dadelijk ook hebben. Dus. Ja, kijk hier. Mama heeft. Goed zo. Het bed staat. Ik ga hem heel even gauw schoonmaken en dan opmaken, zodat jullie lekker naar bed kan. Ik heb het bed schoongemaakt. Ik moet het alleen nog even stofzuigen op zijn kamertje en op de overloop en alles. Want ja, daar hebben ze natuurlijk wat rommel gemaakt en dat is helemaal niet erg. Ja, dat is gewoon zo. Waar gewerkt wordt, wordt rommel gemaakt. Jordi was te moe om van zijn eigen bed te genieten. Dus die lag al te slapen. Dus ik ben benieuwd als hij wakker wordt wat hij van zijn bed vindt. Maar het is wel echt bed, waar ga je met mijn kind heen hoor? Jezus, dat is even wennen dat ik zo'n groot bed heb voor mijn kleine zoontje. Oh, zo klein in haar bed. Maar ja, straks probeer ik te filmen als hij wakker wordt. Mocht het nou zo zijn dat hij helemaal over de sjaak gaat, ja, dan ga ik daar natuurlijk niet filmen. Maar ja, hij was zo moe garen. Maar ja, nu heel eventjes pauze. Ik ga heel even wat eten. Het is inmiddels alweer 2:50. Hij ligt net in bed. Dus ja. Jordi slaapt nog, zover ik het weet. Ik ben heel eventjes gauw macaroni saus aan het maken, want we eten vandaag voor het eerst in een hele lange tijd weer macaroni. Macaroni doet altijd stoppen bij Jordi, dus ja, we doen het eigenlijk normaal niet echt. Maar hij poept de laatste tijd zo ontzettend goed. Dat ik tegen Niels zei van ja, zullen we dan toch een keer macaroni eten? Want ja, hè, hij vindt dat ook gewoon heel erg lekker. En dat weten we. Meestal als je iets niet, ja, als je iets eigenlijk niet echt mag, dan ja, net als banaan, daar stopt hij normaal ook van. Ik zei ook tegen Niels, ik zeg ja, ik zeg laat het een keertje doen. Dan kan ik er wel voor kiezen om rijst te wisselen als macaroni, zeg maar. Maar ja, ik zei ook tegen Niels, ik zeg laat het gewoon een keer doen. Nou ja, ik heb hier... Ik ben nou gehakt aan het bakken met champignonnetjes erin. En deze heb ik een keer in de aanbieding gekocht. Ik weet alleen niet meer wanneer. En die heb ik in de vriezer gedaan. Maar het is nog geen 2 maanden geleden, nog geen maand geleden. Die doe ik erbij. En dan zit er ongeveer 700 gram groentes in. Dus het is gewoon heel simpel. En dit ga ik dan even opbakken. Ik doe heel vaak groentes in de aanbieding kopen. Omdat het gewoon ten eerste goedkoper is. En je kan het gewoon in de vriezer doen. En je hebt dan altijd groentes in huis. Dus ja, bijvoorbeeld in de macaroni is het gewoon prima te doen. Het wordt misschien iets natter. Maar dat komt omdat je alle... waterdingetjes die in groenten zitten dan heb je bevroren en dat wordt dan natuurlijk ontdooid daar. Alleen als je het gewoon goed opbakt en je maakt er een saus van en alles, ja, dan ben je in ieder geval zo klaar. Wat er bij mij nog meer in gaat is tomatenblokjes, tomatenpuree en er gaat bij mij macaroni en spaghetti mix doorheen. En dan nog de macaroni koken en dat door elkaar doen en dan kunnen we eten. Tenminste, eten is dan klaar. Maar ik maak nu pas de saus. Wat is er? Nee. Ik maak nu pas de saus. Die is gewoon het uitdagen. En ja, dan kan ik dadelijk alleen de macaroni koken en even alles er doorheen doen. En dan kunnen we eten. Een keer de staafmixer er doorheen. En dan is dat weer goed. Zo ziet de lekkere saus eruit. Sowieso als ik met een pakje koop, voeg ik ook nooit zout toe. Omdat ik gewoon van mening ben dat er al genoeg zout in dat pakje zit. Dat heb ik nooit gedaan eigenlijk.
Maar ik doe wel af en toe suiker toevoegen, want ik vind dat die iets zoeter mag. Dit is toch heerlijk. Lekker een berg rode saus met gehakt. En dan niet doordenken. Komt in de buurt. Hij is nu wat zoeter. Maar ik vind wel dat er nog wat bij moet. Met een beetje nootmuskaat. Met wat peper. Ik doe er een beetje uienpoeder in. En ik doe er een beetje knoflookpoeder bij. En ik heb nog wat Italiaanse kruiden. Die doe ik er ook nog een beetje bij. Lekker. Kijk, het is natuurlijk wat ik al ooit eens eerder heb gezegd. Het is je eigen smaak, je eigen fantasie, je eigen liefde die je erin stopt. Ja. Hij is perfecto. Zo, dit is nu klaar. Ik ga even Jordi wakker maken, want die is inmiddels al veel te lang in slaap. En even Liam een tutje geven. Ik moet nog stofzuigen hier. Let niet op de stof. Hey, schatje, patatje. Hoe vind je je nieuwe bed? Moet ik eerst dit ding omhoog schuiven. Wacht, dit kan ik beter zo laten zien. Dit is het bed. Hey. En dan moet ik deze een kwartslag of een halve slag draaien. Dan kan ik hem openmaken. Hey, grote pink! Wauw, dit is wel een vet cool bed, hè? Hey, dit is wel even vet cool, hè? Dan kan mama gewoon bij jou in bed liggen. Ja. Wauw, dit is wel echt vet cool, hè? Let niet op mijn dikke buik. Er zit van alles voor. Ja, vind je je bed ook leuk? Hè? Vind je een bed cool? Heb je lekker geslapen? Ja? Dat is wel echt vet cool, hè? Wauw. Dat is een mooi, hè? Dat is een mooi bedje. Ik zal eens even zo gaan zitten. Het is wel mooi, hè? Oh, hij gaat zich nou verstoppelen. Hé, hey, grote Bink. Kijk eens. Je hebt gewoon een heel groot bed. Hé? Hey? Je hoeft niet de helft maar te gebruiken, hè? Je mag hem helemaal gebruiken, jongen. Het is helemaal van Jordi. Helemaal. Wauw, hè? Ja, vet cool groot bed. En je hebt een super stoere cars deck bed. Ja, voor grote jongens. Hij is helemaal blij met zijn bedje volgens mij. Ja. Kijk. Je hebt allemaal ruimte. Je kan allemaal erheen. Wauw. Ja, ga maar kijken. Oeh, is wel echt vet cool, hè? Ja. Hey, grote Bink. Ik ga nog eventjes met hem kroelen en even kijken wat hij er echt van vindt. En dan gaan we nu lekker eten. Dat is lekker. Heeft hij jou meer dingetjes losgemaakt? Nee, die heeft hij zelf losgemaakt.
En Jordi wordt momenteel ingesnoerd. En mijn papa's bord en Jordi's bord. Mijn bord en Liam's bordje. Hè? Ze lekker eten, hè? Hoppie, goed zo. Dat is lekker. Heb je honger? Dan krijgt Jordi de eerste hap zo. Lekker, Liam. Goed zo. Lekker, schatje. Wat dan? Dat heb je al lang niet gehad, hè? Lekker macaroni. Peto meet het ook graag. Peto? Mm-hmm. Boy. Mm-hmm. Ja. Is lekker, hè, jongen? Met eitje erbij. Ik moet zeggen, Jordi is vandaag wel heel vrolijk. Dus dat is goed. Liam ook, maar die lacht altijd. Smakelijk. Een hele goede morgen. Wij hebben vanochtend al fysiotherapie gehad. Nu zijn we met fruitje bezig. Lekker met aardbeidjes en een peertje en een cookie. En die dingen allemaal. Hier, plop. Niet voor mama nou. Hoppa. Even lekker proeven, hè. Het zijn aardbeidjes en peertje. Nou, zoals ik al zei, we hebben heel goed geoefend. Jordi heeft buiten gelopen. Ik heb het niet kunnen filmen, want ik was ook mee aan het helpen. Plus Liam, die zat in de buggy. En nou, je weet allemaal wel hoe dat gaat als je met je kindje bezig bent. Liam. Goed zo. Nou, in ieder geval, dus Liam was daar ook bij en we hebben heel goed geoefend. Hij heeft een heel stuk gelopen. Hij heeft ongeveer 4-5 huizen gehad. En 4-5 huizen bedoel ik, we hebben hier een hele groot gedeelte waar geen huis staat. En dat is eigenlijk ook gewoon de breedte van een huis. Dus als ik echt ga tellen, ons huis, buurvrouw, daarnaast. Nou, 4-5 huizen. Met die plek erbij zijn het 5 huizen. Dus hij heeft echt een heel stuk gelopen. En hij vond het ook nog leuk. Heen en weer heeft hij gelopen. Goed zo. Ja, Jordi. Jordi is gek op aardbeidjes, hè? Vindt hij lekker. Hoppakee. Liam is ondertussen de boel hier aan het proberen te pakken en te doen. Als hij daar een knal voor zijn kop krijgt, dan komt omdat zijn broer te enthousiast is. En hij te dichtbij zit met zijn hoofd. Ja! Dus ja, ik ga nou even verder met fruitje geven. En als we het fruitje klaar hebben, dan ja, is het alweer bijna einde ochtend, denk ik, of zo. De kindjes liggen lekker te slapen. Jordi zat in zijn stoel en die zat te knikkenbollen. Dus die heb ik als eerste de fles gegeven. En ik ben er ook moe van. Ik hoor Liam snurken en met mij. Maar Jordi die zat te knikkenbollen in zijn stoel. Dus die heb ik als eerste de fles gegeven. En die is lekker gaan slapen in zijn bedje. En daarna heb ik Liam gedaan. En die heb ik in bed gelegd. En toen is die ook lekker gaan slapen. En ik ga zo eventjes lekker wat eten. En ja, dan is het voor mij tijd om ook eventjes niks te doen. Hij heeft echt goed gelopen straks. Echt zo goed. Ik heb echt... Ja, ik ben zo trots op hem. Ik ben echt zo trots op hem. Hij heeft straks echt zo goed zijn best gedaan met de fysio. En we gaan nu ook vaker buiten oefenen. Liam is alweer wakker. Jordi is volgens mij ook wakker aan het worden. Dus dan ga ik zo eventjes naar boven.
Maar ik kan Liam natuurlijk hier niet alleen laten zitten. Want meneer de acrobaat, die weet tegenwoordig wat hij moet doen. Dus ik denk dat hij de eerdaags ook uitklimt. Ik wacht nog heel eventjes. En dan ga ik hem eruit halen. Weer in de box leggen. En naar boven mee Jordi. Hallo Jordi. Hallo. Hallo. Ga je bij je hup? Ja. Wat ga je doen? Boom. Nou, dit doet hij dus de hele tijd in bed. Als hij wakker is. En hier zit te huppen. Boom. Boom. Ik ga eventjes mij met hem bezighouden. En zorgen dat hij zo dadelijk zijn ranje krijgt, een schone luier en de hele rattenplan. Dus dat gaan we doen. Wat? Ja, dag, we gaan niet staan. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, we gaan niet staan klappen in de handen. Je bent een gekkie. Waarom niet, mama? Je bent een gekkie. Maar mama, dat is leuk. Ja, mama is gek. Zo, dan zit je weer op de poef. Dan zit je weer op de poef. Gaat Jordi zo naar bed? Ja. Dat is een mooie bed. Jordi, ga je doen? Ga je zo jammetje aandoen? Een flesje maken? Ga je lekker naar bed? Want je broertje ligt al in bed. Hi Jordi. Ben je toch niet alleen mama's kindje? Ben je ook een beetje papa's kindje? Papa ook lief, hè? Heb je dat boekje gelezen naar papa? Ja. Een tandje gevoerd. Heb je zo lekker een flesje krijgen en naar bedje toe. Kom je die naar papa brengen? Dank. Mag papa die niet hebben? De kindjes liggen lekker in bed. Alleen Jordi ziet zijn nieuw bed als één groot speelparadijs. Dus die lag net allemaal te lachen en te doen. En toen ben ik even bij hem gaan liggen. En heeft hij me allemaal kusjes gegeven en geknuffeld. En was hij helemaal blij en zat hij allemaal rond te springen in zijn bed. Maar ik heb hem nu eventjes een lieveersbeestje gegeven. Daar zit een lampje in en die kan hij zelf aan en uit en alles zetten. En dan kan hij sterretjes kijken. Dus dat is hij nu aan het doen. Meestal wordt hij daar wel moe van. En vindt hij het leuk om naar de sterretjes te kijken wat dat betreft. Dus dat is hij nu aan het doen. Ik ga hier heel eventjes opruimen. En dan is het voor mij ook bank hangen en niks doen. Want ik ben moe. Maar ja, dat zit in de lucht. Dus dat gaan we doen. En ja, voor de rest moet ik nog even editen. En dan zit de avond er alweer bekant op. Ik vind het altijd vervelend als ik aan het filmen ben. Hoe ga je nou eens af? Ja, komt. Jordi is nog een tijdje wakker gebleven.
Maar uiteindelijk is ze gelukkig toch gaan slapen. Ik ben nog even aan de trap bezig geweest. Mandy ligt intussen tijd te slapen. Ik ga ook slapen. Ik ga de vlog nou een keer afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.